geen nieuw kabinet, maar nieuwe verkiezingen. Daar begint het toch serieus op te lijken. Zeker nu Sigrid Kaag in de HJ Schoollezing flink uitdeelt over het huidige politieke klimaat en het huidige premier is die de meeste klappen krijgt. Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen, zonder visie. Als me iets is opgevallen in de jaren dat ik terugkwam, nu bijna 4 jaar geleden, naar Nederland, is het wel dat politiek hier bijzonder wordt bedreven door koffie te drinken, relaties te managen en binnenskamers spelletjes te spelen met partijpolitieke emotie. Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek niet langer als middel wordt gezien, maar als doel op zich, als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal, betaalt de samenleving uiteindelijk daarvoor de hoogste prijs. Voelde jij zo'n explosie aankomen? Of was het toch een verrassing? Nee, ik dacht wel dat we nog weinig van Kaag hadden gehoord natuurlijk sinds het vorige week dinsdag echt definitief misging. Zij moest toen, omdat ze ook minister van Buitenlandse Zaken is, demissionair richting Afghanistan om nog te redden wat er te redden valt om Nederlanders daar weg te krijgen. Dus je wist wel dat er op een gegeven moment ook namens haar of dat zij zelf zou optreden en nog wel wat uitgebreider zou reageren. Iets wat wij natuurlijk de afgelopen dagen sinds het misging in Nederland ook wel hebben zien gebeuren. En hebben ook wel politici van zich laten horen. Dus dat er wel op een gegeven moment een moment zou zijn van ik vind er ook nog wat van, dat was duidelijk. Maar dit was, jullie lieten het net horen, een koffiedrinkende, regelende ritselaar die achter de schermen politieke spelletjes speelt. Dat zijn gewoon geen woorden die je gebruikt voor iemand met wie je een commitment aan moet gaan om een nieuw kabinet te vormen. Ja, en met wie, iemand met wie je een commitment bent aangegaan, zo was er de afgelopen 4 jaar ook bij. Toch? Dus... Ook dat. En dat maakte het verhaal ook wat surrealistisch. Hè? Het begon op zich best aardig met een beschouwing van Nederland. En dat we ons soms ook wel wat onoverwinnelijk wanen in onze de manier waarop we ons land hebben ingericht. Maar dat er ook een heleboel dingen misgaan. Mensen tussen de tandwielen van de overheid terechtkomen. Ik denk dat best een goede analyse was. Vervolgens... Maar is haar toch ook overkomen met Afghanistan? Sorry? Nou, dat is haar toch ook overkomen? Dat er wel eens wat misgaat? Zeker, zeker. Nee, dat is ook, understatement. Ook politiek verantwoordelijk daar natuurlijk voor. Maar vervolgens kwam er een vergelijking met John F. Kennedy. Dus ze is wat dat betreft in ieder geval niet bescheiden, laten we het zo zeggen. Dat is wel weer leuk. En daarna volgde een soort rant tegen Rutte en tegen leiderschap. Ze noemt hem dan niet expliciet. Maar iedereen weet dat ze hem bedoelt. En dat maakt het ook zo vilijn. Ze heeft het inderdaad over iemand die het dan heeft over een gaaf land. Nou, dan kun je het zo wel invullen natuurlijk. Stak ze op enig moment hand in eigen boezem? Er waren wel momenten, maar dan meer niet zozeer dat ze fouten heeft gemaakt, maar dat ze vooral wenste dat ze er meer over aan de bel had getrokken. Bijvoorbeeld bij een sneer naar Wopke Hoekstra. Dat is een beetje ondergesneeuwd geraakt, maar die kreeg ook nog een veeg uit de pan vanwege zijn hardvochtige begrotingsbeleid waar die mensen in Europa tegen zich in het harnas had gejaagd. Kortom, ook al daar weer een tik uitdelen. En dan kom je op een gegeven moment wel tot de slotsom. Ja, met wie wil je eigenlijk nog wel samenwerken? Dat zei Gert-Jan Segers gisteren, denk ik, ook heel terecht bij OPEEN. Er worden alleen maar deuren dichtgesmeten van mensen die kennelijk allemaal niet voldoen aan de standaard die Sigrid Kaag aan Nederlandse politici wil stellen. Maar dan wordt het wel heel stil om je heen op een gegeven moment. Was dit dan campagnestand? Gaat zij nu voor nieuwe verkiezingen? Hoe moeten we dit lezen? Ik denk dat er twee opties zijn. Namelijk of dit was de eerste speech richting verkiezingen. Omdat ze de boete hebben opgegeven en denken dit wordt hem niet. Omdat zij niet de variant krijgen die ze wilden. Namelijk de Kaag-coalitie met PvdA en GroenLinks. Een andere mogelijkheid is dat ze er zo de beuk ingooit dat daardoor voor haar achterban duidelijk is dat ze tot het einde toe heeft gestreden. En nu hoopt dat VVD en het CDA met het schaamrood op de kaken terugkeren naar de onderhandelingstafel of zo. Maar tot nu toe acht ik die kans nog niet heel erg groot. Want mensen die ik ook gisteravond achter de schermen plakte, die waren eigenlijk redelijk verbijsterd en begrepen gewoon niet hoe je het toch in je hoofd haalt om aan het begin, mevrouw van der Plas zei het volgens mij net ook, aan het begin van een nieuw seizoen waarin je toch weer tot elkaar moet komen, gelijk de beuk erin gooit en de oude stokpaardjes gaat bereiden. Want zelfs na deze lezing denkt u dan nog, ik zou toch wel voor zo'n minderheidskabinet zijn, of denkt u nu ook maar, laten we er maar helemaal mee kappen? Kijk, voor het land is het natuurlijk wel beter als er nu een kabinet komt. Hè. Er zijn best wel veel vraagstukken die spelen. De stikstof, klimaat, de woningnood. We lazen gisteren al studenten op straat moeten slapen. Dus er is nogal wat aan de hand. Weet je, ondernemen Nederland schreeuwt ook om, dat het
kabinet weer missionair is. Dus dat zou wel, dat zou beter zijn. Maar kijk, als we er niet uitkomen vandaag... ja, dan is denk ik nieuwe verkiezingen gewoon onvermijdelijk. Er wordt natuurlijk vandaag gesproken in de Tweede Kamer over ook dat eindverslag van Mariette Hamer. En daarin werd ook gesuggereerd, nou, dan moeten we nu die minderheidsopties maar eens gaan bekijken. Wat denk je dat na ook deze lezing dan de sfeer in de Kamer gaat zijn? Gaan mensen daarop aandringen? Ja, de sfeer van de wilde beesten krijg je denk ik vanmiddag. Dat kan nog spannend worden dan. Ja, er zijn een heleboel mensen die hele grote woorden gaan gebruiken. We weten natuurlijk, dat heeft Geert Wilders natuurlijk ook al geroepen. Er moeten nieuwe verkiezingen komen. Daar gaat hij ook een motie voor indienen. Of het zover komt vandaag, dat denk ik eigenlijk niet. Maar ik denk wel, je zal de linkse partijen die natuurlijk rechts de schuld gaan geven van het feit dat ze niet mee mogen doen. Je zal ter rechterzijde van VVD en CDA, dus dan heb ik het bijvoorbeeld over het PVV en Forum. Ik denk dat mevrouw Van der Plas ook nog wel het een en ander te melden heeft aan de rechtse partijen en misschien ook de linkse partijen. Dus er worden aan alle kanten zal er worden afgevuurd. Op Rutte, wederom, zoals we ook hebben gezien met dat debat van 1 april. Ja. Wat wordt uw inbreng dan vandaag? Nou ja, mijn inbreng gaat ook vooral over het wie met wie en wie niet met wie. En dat het, we zeiden het eerder in de uitzending al, dat een soort van schoolklas is. En dat er gewoon te weinig op de inhoud is verder gegaan. Maar ik vraag me af, ja, kijk, we verwachten allemaal vuurwerk. Hè? Dat was 1 april ook. Toen dacht ik ook 's ochtends van, nou weet je, dit is gewoon einde Rutte. Hè? Met dat de hele Ollongren gate, zeg maar. Maar uiteindelijk zag je in het debat, na 14 uur, zag je een soort van gemoedelijkheid weer terugkomen. Toen dacht ik van, wat zie je nou aan de hand? Want volgens mij begonnen we vanmorgen echt met spektakel. Dus ik weet ook niet hoe het loopt. Ja, dus als het spektakel is, hoeft het niet alles te zeggen. In, ja. En, maar als Kaag echt dit meent, dan moeten ze toch niet meer willen regeren en echt nieuwe verkiezingen willen. Je kan toch niet, ze kan toch nu... niet ook ineens weer als een blad aan de boom omdraaien, dan is het toch... Ja, de vraag is wel, wat zijn je zware woorden waard? Hè? Als je dit soort dingen zegt, dan is hoe geloofwaardig ben je dan voor je eigen achterban als je dan over 2 weken zegt, ik ga toch weer met die man die ik... Precies, dat heeft ze toch nu voor zichzelf mogelijk gemaakt. Dus dat maakt ook, daarom vind ik het ook moeilijk om een hele duidelijke strategie bij D66 te ontwaren. Maar wat in ieder geval duidelijk is dat door dit soort uitspraken van gisteren, op dit moment, vooral de timing, hè? Zo pikant, dat als er al een kabinet komt waar VVD en D66 in zitten, dat het fundament daarvan gewoon poreus is. Je ziet, er is nu zoveel kapot gemaakt, ook onderling, tussen die twee partijen en door elkaar allerlei verwijten te maken, overigens vooral vind ik vanuit D66 richting de oude bestuurscultuur, dat natuurlijk VVD'ers en ook die fractie en ook de achterban en de kiezers van de VVD op een gegeven moment ook wel zeggen, ja, het is ook een keer klaar. Op. Ja.